soms zegt lichaamstaal meer dan de woorden die gebezigd worden. In dit geval ook. Ja, een verschrikkelijke wedstrijd. Ik ben heel teleurgesteld. En ik kan niet zoveel anders zeggen. Nee, kun je toch eens proberen onder woorden te brengen waarom je zo gigantisch de pest erin hebt? Omdat ik heel veel zin had in deze wedstrijd. Omdat het een belangrijke wedstrijd was voor ons. Om te kijken waar we staan. En we verliezen met 6-1. En we eindigen met 10 man. Een ongelofelijke deceptie. Ja, om te kijken waar NAC staat. Waar staat NAC? Ja, nou ja, op dit moment niet goed. Gewoon, we staan bij rust met 3-0 achter en met 10 man. Nee, dan wordt het heel lastig voetballen. We hebben er nog wat geprobeerd van te maken, tweede helft. Ik probeer toch positief te blijven in het veld tot de laatste minuut. Maar ik moet wel zeggen dat nu het klaar is, even de moed in de schoenen zakt. Ja, dat kan ik me voorstellen, want je kan op verschillende manieren verliezen, strijdend eronder gaan. Maar ja, dit leek met alle respect helemaal nergens op. Nou ja, we zijn wel strijdend eronder gegaan, maar wel met verschrikkelijke cijfers. En ja, weggespeeld worden door een ploeg die voor deze wedstrijd laatste staat. 0 punten, maakt dat het extra vernederend? Wat ik zei, het was een belangrijke wedstrijd vooraf. Omdat als we deze hadden gewonnen, dan konden we zomaar een sprongetje maken. Nou, dat is niet gebeurd en dat is nu echt verschrikkelijk vervelend. Ja, verwijten naar elkaar toe, iets wat collectief gebeurt? Nee, we moeten deze wedstrijd gaan terugkijken met z'n allen.